Toen Aaron op een zondagmiddag in 1996 door Joni Sigerius werd meegetroond naar de woonboerderij van haar ouders om officieel te worden voorgesteld, gaf haar vader hem een hand zo stevig dat het pijn deed. "Jij hebt die foto gemaakt," zei de man. Of was het een vraag? Siem Sigerius was een gedrongen, donkerbehaarde kerel met een stel oren waarnaar je meteen moest kijken. Ze waren kroppig, ze leken gefrituurd en omdat Aaron gejudo'd had, wist hij dat het bloemkooloren waren. Je kreeg ze van mouwen van ruig katoen die er alsmaar langs schuurden, door de schelpen steeds weer te laten opfrommelen tussen harde lichamen en ruwe matten. Er hoopte zich bloed en pussen op tussen kraakbeen en het babyzachte huid. Wie daar niets aan deed, bleef zitten met verharde zwellingen en bulten. Aan Aarons eigen hoofd zaten twee doodgewone, ongeschonden persikoortjes. Bloemkooloren waren voorbehouden aan kampioenen, aan monomane kerels die avond aan avond over de tatami schoven. Je moest een kroppel verdienen en verdween een manjaren in. Het leed geen twijfel dat Joni's vader zoals eretekens droeg, als een bewijs van werklust en mannelijkheid. Wanneer Aaron vroeger tijdens toernooien tegenover zo'n geoormerkt dier kwam te staan, sloeg de angst hem om het hart. Voor hem was een bloemkooloor aan de einde slecht nieuws. Hij was een waardeloze wedstrijd judoka. Om te verbergen dat hij onder de indruk was, antwoordde hij: "Ik maak aan de lopende band foto's." Sigerius' oren bewogen kort. Zijn kroezende haar zat viltig kort geknipt op zijn platte brede hoofd. Hoewel hij gekleed ging in pakken of corduroy broeken en poloshirts van Ralph Lauren, de tuniek van de werkgever, van de arrivé, zou je hem op grond van die oren en dat buffelachtige lichaam niet inschalen als iemand die de leiding gaf aan een universiteit. Laat staan dat je zou geloven dat hij gold als de grootste Nederlandse wiskundige sinds Luitzen Brouwer. Een man met zijn fysiek verwacht je in de bouw. Of 's nachts aan de snelweg in een fluorescerend hesje achter een bak met teer. "Je weet best welke foto ik bedoel," zei hij. Joni, Joni's zusje Janice, zijn vrouw Tineke, iedereen in de grote herenkamer wist welke foto Sigerius bedoelde. Het ging om de foto die ongeveer een jaar eerder op groot formaat was afgedrukt in het blad van Tubantia University. De kleine campusuniversiteit in de bossen tussen Hengelo en Enschede, waarvan Sigerius rector magnificus was. Hij stond erop aan de oever van het Amsterdam-Rijnkanaal, zonder kleren, op een stropdas na. Wijdbeend met zijn blote voeten in modderig platgetreden gras, met onder zijn voorzichtig bollende vijftigersbuik duidelijk zichtbaar zijn geslachtsdelen. De foto werd de dagen erna overgenomen door vrijwel alle landelijke dagbladen, van NRC tot de Telegraaf, en uiteindelijk zelfs door Bild en een dagblad in Griekenland. "Ik heb een vermoeden," gaf Aaron toe, zich afvragend of Joni haar vader had bijgepraat of dat Sigerius hem gewoon herkende, de lange, kale fotograaf van Tubantia Weekly, die tijdens publieke optredens als een paardenvlieg met een spiegelreflex om de rector heen zoomde. De laatste mogelijkheid vond hij vleiender, zoals iedereen het op de campus vleiend zou vinden opgemerkt te worden door de charismatische man die nu zijn hand stond fijn te knijpen.